In dit filmpje laat ik zien hoe je het water ververst bij een Duolit Focus Shockwave apparaat. Je krijgt hier een melding van. Als je deze wegdrukt, komt die niet terug, dus onthoud het goed. Het water moet eens in de 3 maanden ververst worden om algvorming te voorkomen. Algen kunnen namelijk zorgen dat er diverse onderdelen niet goed gaan werken. Als je op de tablet kijkt, kun je bij instellingen 3 opties vinden om het water te vullen, te legen of te ontluchten. Nu gaan we het water legen. Dat doen we met watercircuit legen. Volg netjes de aanwijzingen en sluit een lege waterzak aan. En druk op OK. Je ziet nu dat het water uit het apparaat loopt. Dit kan even duren. Hierna krijg je de melding dat het watercircuit leeg is en dat de waterzak eraf gehaald mag worden. Als het water afgevoerd is, krijg je een melding, sluit de volle waterzak aan. Gooi van tevoren het water uit de waterzak en vul de zak met vers gedemineraliseerd water. Dit kun je kopen bij een drogist of bij een tankstation. Sluit de melding, ga naar instellingen en kies voor de optie watercircuit vullen. Sluit de volle waterzak aan. En druk op OK. Dit kan even duren. Houd de waterzak op 1,80 meter of hoger. Zodra het apparaat vol is, krijg je de melding dat de waterzak verwijderd mag worden. Haal de waterzak uit de connector en druk op OK. Nu gaat het systeem zich ontluchten. Dit kan ook even duren. Na het ontluchten zie je dat het apparaat weer gebruiksklaar is.